Dennis Demmers, het is nu vrijdag. Afgelopen woensdag een ware slijtageslag in Haaksbergen. Beetje bijgekomen? Ja, ik moet wel zeggen, dat kost wel wat van je leven, denk ik. Maar niet alleen van mij, maar ik denk van iedereen. Want het was natuurlijk een slopende wedstrijd. Hè, met de verlenging, die natuurlijk nog spannend was. Maar ja, die strafschoppen die werden geweldig genomen. Eerst twee mis en daarna ja, hoe die binnengeschoten werden, dat was geweldig van beide kanten. Ja, gelukkig stonden we aan de goede kant. Die slijtageslag, ik zag aardig wat mensen pijntjes hebben naar aanleiding van die mooie grasmat al daar. Hoe is het met het herstel verlopen? Nou, we hadden al van tevoren een ander herstel ingepland als normaal. En normaal lopen we het veld altijd uit alleen en dan volgt een rondootje en wat massage en dan is het klaar. We hebben nu gebruik gemaakt van de Schech om daar een hersteltraining te doen in het water ook. Maar zijn wel eerst naar buiten gegaan. Want er waren veel jongens inderdaad, zoals voorspeld, met klachten. Het veld daar is hard. Er zit weinig demping in. Ja, en dan kun je daar op wachten. Maar goed, moet je mee omgaan. En ik denk dat die hersteltraining heel goed is geweest. Dus het is afwachten hoe iedereen daar verder uitgekomen is. Maar ik denk dat daar morgen dat iedereen zo goed als hersteld is. Toch begreep ik dat Mathieu weer volop getraind had. Die heb je aan de kant gehouden, evenals Duits van Overbeek. Is hij wel klaar voor zondag, RKC uit? Nou, even over dat aan de kant houden. Hè. Kijk, Elfio die had natuurlijk zijn knieklachten, MRI gehad. Justin die ging heel ongelukkig door zijn enkel. Niet volledig erdoorheen, maar wel een zwelling. En ja, dan kun je risico's gaan nemen. Maar wij hebben ook gezegd, we kunnen geen halve spelers opstellen in zo'n bekerwedstrijd. Je moet volle bak gaan. Ja, die heeft volledig meegetraind, ook met de belofte. En dat is goed gegaan. Elfio heeft iets een terugslag gekregen, maar dat zal nog een twijfel zijn. En Sander Duits is gewoon topfit. Hoe is het dan met De Kogel en Lamboy? Ja, Las die heeft iets een hamstringblessure opgelopen in de allerlaatste sprint van de wedstrijd hier thuis. Op het eindsignaal. Een lichte verrekking. Die zal er niet bij zijn zondag. En Leon De Kogel is volledig belastbaar, dus die zal aan de start kunnen verschijnen. We hadden het al even over Justin Mathieu, gehuurd van Willem II. Dat is een mooie vraagbaak na de loting van gisteravond. Ja, nou ja, ik weet niet wat je onder vraagbaak verstaat. Maar kijk, ik denk dat het voor spelers die bij een bepaalde club spelen, dat het heel leuk is om daar tegen te spelen. Maar ik vind het voor ons ook een hele mooie loting. Willem II is een leuke ploeg om tegen te spelen. Een mooie uitdaging, eredivisieploeg en niet heel onbelangrijk, gelukkig thuis. Wat vriends had het al over dat hij er naar uitkeek om zich te meten met team tegen een eredivisieclub. Nou ja, dat is één uitdaging. Het gaat natuurlijk in die wedstrijd wel weer om resultaat. Het is maar één wedstrijd. Maar het is voor ons ook een weerzien trouwens, hè, met een aantal spelers die daar naartoe gegaan zijn. Dus ik denk dat voor hun ook heel leuk is om hier weer te voetballen. Dan komende zondag, RKC uit. Hoe heb jij ze geanalyseerd en wat is jouw analyse daaromtrent? Kunstgras in het stadion. We mogen weer op kunstgras, maar ja, dat hebben we vaak. En dat moet geen probleem zijn. Hè. Ik ben er gisteravond geweest. De eerste helft tegen Helmond Sport, hè, die bekerwedstrijd, ging het gelijk op. De tweede helft was Helmond Sport iets de bovenliggende partij. En moet ik zeggen, het was wel 1-1. En dan vlak voor tijd maakte Helmond Sport een geweldige goal. En dan zie je dat RKC ook een beetje in die hoek zit, waar bij hun alles net niet lukt. En bij Helmond Sport op dat moment wel. Maar ja, het is een ploeg waar je goed rekening mee moet houden. Als je ze laat voetballen, kunnen ze dat. En dat zullen wij goed moeten bestrijden. Heb je nog beeldanalyse kunnen toepassen vandaag met de groep? Vandaag is de groep vrij. We hebben bewust gekozen na die wedstrijd en na die lange wedstrijd om een lange herstel te doen. Naar de Kalsijn zwembad ook. Ze zijn langer bij de club geweest. Vandaag kunnen ze zelf de rust pakken. Dus we doen één training en dan morgen of zondag de wedstrijd. Maar morgen zullen we daar met beeld op terugkomen en zullen we ook richting RKC gaan trainen. Zoals we altijd doen. Hè. We geven hun sterktes aan, maar ook onze kansen aan. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, want daar ga je voor. Maar we moeten ook zorgen dat zij niet in hun sterktes komen. De groep is vrij, jij bent hier. Het schijnt dat jij hier de deur open doet en 's avonds het licht weer uit. Heb jij ook de kwast ter hand genomen om die lichtmast al in het zwarte verfje te zetten? Nou nee, ik ben blij van niet, want als wij trainen waren ze daarmee bezig. Maar als ik zie hoe die mensen erin hangen, dan ik denk dat ik binnen een minuut naar beneden val. Ik heb ergens diep respect voor wat die mensen doen. En ik moet ook zeggen dat het behoorlijke uitstraling heeft nu één mast volledig zwart is. Ja, het geeft wel weer een stukje extra sfeer aan het stadion. Alles loopt richting de opening van het stadion. Men kijkt er naar uit, jij ook? Allereerst keken we naar uit om voor het eerst in dit vernieuwde stadion te gaan spelen.
Maar dat is natuurlijk een hele happening en dat is voor de club heel mooi, voor ons heel mooi. Maar het zou het allermooist zijn als je dat ook beloont dan met 3 punten. En dat gaat gebeuren. Hè. Dat is de wedstrijd daarna alweer tegen Sparta. Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke tegenstander. Ook werd deze week bekend dat er toch nog een open dag komt. En dan niet in de zomer. Ja, dat klopt. Dat hebben ze, wij zijn ook van op de hoogte gebracht, uiteraard. En ik denk dat dat ook goed is voor kinderen ook met name. We hebben wel even daarbij op de Boreel iets gehad voor de kinderen. Maar toen is er behoorlijk wat regen gevallen ook. En nou ja, we hebben deze maanden wel een beetje wind gehad. Dat was ook zo'n dag dat iedereen alles vast moet houden, want anders waren we het weg. Dus ja, ik denk dat dat mooi is. Hè. Deventer is toch een volksclub, Codiacs volksclub. Deventer volksstad, laat ik het maar zo zeggen. En ja, dat hoort er eigenlijk bij. Jij riep die kids ook al op via Twitter. Ik heb het geretweet, ja, inderdaad. Nou ja, maar ja, dit is gewoon belangrijk. En kijk, ik vind de betrokkenheid, dat zie je in het stadion ook van de supporters richting de club. Ja, dat gaat ook de andere kant op, van de club richting de supporters. En dat wil je eigenlijk, en dat is ons pakje aan alweer, op het veld ook zien. En dat zien we hier ook. Wij zullen het moeten verdienen dat het publiek achter ons gaat staan. Daardoor, als je dan een moeilijk moment hebt, blijven ze er ook achter staan. Ja, en dat is de 12e man. Dus eigenlijk met 12 man te voetballen, ja, en dan is het moeilijk om hier te winnen. En daar willen we natuurlijk naartoe.